goeiedag. Blauwe luchten en stapelwolken. Ziet eruit als een vriendelijk weerbeeld, maar deze donderdag konden er in korte tijd grote veranderingen plaatsvinden. Er trokken een aantal buien over het land. En met het naderen van zo'n bui zag die wolkenlucht er ineens een stuk dreigender uit. Zoals hier in Limburg, waar deze foto genomen is. Maar dat was niet de enige plaats waar buien over trokken. Dat waren er meerdere. Vanuit het noordwesten trokken die buien richting het zuidoosten over ons land. En daarbij kon het dus af en toe ook wel even stevig doorregenen. Dit is het radarbeeld van halverwege de middag. En als we dat even doortrekken naar hoe zich dat de komende tijd gaat ontwikkelen, dan valt op dat we voorlopig nog niet van die buien af zijn. Die noordwestenwind houdt stand en daarmee worden aanhoudend buien over ons land gevoerd. Morgen overdag ook nog. En later in de namiddag en in de avond nadert deze strook wat meer een aaneengesloten buiengebied. En dan kan het echt een langere tijd stevig doorregenen. Vooral in de kustprovincies ook kans op onweer en windstoten bij die buien. Ook vanavond een noordwestenwind, een matige wind, windkracht 3 of 4. En dan trekken die buien nog van noordwest naar zuidoost over het land. Temperatuur daalt dan onder de 15 graden vanavond en tijdens zo'n bui. En met die stevige wind zal het gevoelsmatig nog wat frisser aanvoelen. Komende nacht neemt die buiigheid in het binnenland iets af. Wil nog niet zeggen dat het overal droog blijft, want we zagen het net ook al wel in de animatie. Er blijven van tijd tot tijd wel buien komen. Aan zee en in het midden van het land de temperatuur net iets boven 10 graden. Maar in het binnenland, als het even opklaart, dan kan er onder een heldere hemel nog wel een behoorlijke temperatuurdaling plaatsvinden. En koelt het af tot onder 10 graden, 8 of 9 graden ongeveer als minimumtemperatuur. Morgen opnieuw een buiig weertype. En vooral in de kustprovincies is bij die buien ook kans op onweer. En voor die kustprovincies geldt ook code geel. Kunnen zware windstoten voorkomen tussen 75 en 90 kilometer per uur. Temperatuur daarbij ook wat aan de magere kant vergeleken met het klimatologisch gemiddelde. Het wordt niet veel warmer dan 16 graden. En op het moment dat een bui overtrekt, dan keldert die temperatuur nog een stukje verder. Ook een stevige noordwestenwind daarbij. Boven land een matige wind, windkracht 4. En vlak aan zee staat hier windkracht 6, maar kan af en toe ook nog wel uitschieten naar windkracht 7. En dan hebben we het over een harde wind. Zit er voorlopig dan nog verandering in te komen? Op de korte termijn niet echt, want tot en met maandag houden we met dat relatief koele en buiige weertype te maken, aanhoudend door die noordwestenwind. Maar in de nieuwe week gaat een hoge drukgebied geleidelijk wat meer invloed uitoefenen. Wordt het wat droger, meer zonneschijn en dan gaat de temperatuur ook geleidelijk weer een beetje stijgen.